Sociale onderneming Bijzonder Thuis Afgehaald heeft dit jaar de Healthcare Aanmoedigingsprijs gewonnen. In Nijmegen zijn ruim 150 thuiskoks actief voor Bijzonder Thuis Afgehaald. Hi, kom binnen. En Sue is er daar één van. Als je normaal voor thuis afhaalt kookt, dan kook je gewoon en dan komen mensen bij jou thuis en dan komen ze dat ophalen. En nu is het zo dat ik voor Toos kook en breng voor haar. Dus ik sta op de site als kok. En toen werd ik daarover gebeld of ik dat wilde doen. Voor één iemand specifiek koken die niet mobiel genoeg is en die toch bijzonder, ja, die bijzondere zorg heeft. Toos drinkt wijntjes. Ik drink wel eens een wijntje met haar. Maar kijk, over het algemeen, ik ga naar haar toe en dan is een praatje of heel kort en dan ik ga terug naar huis omdat ik het dan zelf nog moet eten. Even komen. Zo aan. Lipstick. En dan ga ik dit dicht doen. En dan gaan we lopen. Het is voor iemand anders. Sorry. Hallo. Ja. Kijk, vandaag vegetarisch couscous. Heerlijk. Ja, is bourgeur. Het is geen couscous trouwens. Bourgeur en dan heb ik... Bourgeur. Dan zit aubergine, courgette, paprika, tomaten, munt. Nou, dat klinkt goed hoor. Meestal moet ik het zelf doen, voor mezelf alleen koken en dat is sowieso ongezellig. Maar het is bovendien iedere keer nadenken over wat ga je voor boodschappen halen. Wat moet je gaan koken? En dat vind ik, dat hoort bij de dagelijkse routine wel. Maar als je één keer verrast wordt in de week, dat je niet weet wat je krijgt en dat je toch een maaltijd voor je neus krijgt, die meestal, of ja, bijna altijd heel lekker is en altijd gezond is, kookt ze. Dat vind ik ook fijn. Ja, bedankt voor je medewerking. Tuurlijk. Doei.